Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. Oh yeah, Henkie, video nieuw met mij, Henkie als de leider of zo. Ja, dat wilde ik zeggen. Leuk dat jullie er weer zijn. We zijn vandaag in een hele speciale locatie. Namelijk een nieuwe garage. En hij is zo ontzettend mooi. Het is groen daar. Daar is het nog roze. De roze paaltjes. Oh, wat is het mooi hier. Kijk eens. Oh, ik ben zo blij. Dus kijk, hier is het ook allemaal nog mooi. Maar wat leuk allemaal. En als je afvraagt, waar is Henkie nou eigenlijk? Kijk, wat een leuke plek dit is. Wat cool. Maar vandaag gaan we ook iets heel spannends doen. Kijk, dus namelijk heb hier een kamertje. En dat is mijn slaapkamer. En ik heb weer een nieuwe stagiair erbij. Trouwens, kun je ook naar beneden. Ik heb weer een nieuwe stagiair erbij in deze... Huh? Hier is helemaal geen trap. Ik heb weer een nieuwe stagiair erbij. Maak kennis met Roberto. Hoe is het met jou, Roberto? Hey. Leuk dat Roberto erbij is. Ik ga hem een beetje leren monteren hier en daar. Het voelt hij leuk. Maar kijk eens, het is speciaal vandaag een mooie auto. Ik heb speciaal voor jullie iets leuks in petto. Hoe leuk is dat dan? Het is namelijk de enige echte... Roberto! Nee, grapje. Het is deze coole Bandito. De RC Bandito. Oh, ik heb toch zoveel zin om deze beetje te gaan monteren. Dus laten we daarmee gelijk beginnen. Kijk, daar zit ik. Met Roberto. Dit is de kleinste auto die ik ooit heb gemonteerd. Wat leuk. Ik heb er toch zoveel zin in. Voordat ik hem ga monteren, vraag ik jullie wel even van... Abonneer eventjes nu meteen, anders kom ik je donuts opeten. Dat was hem. We gaan eerst even de... Hé, daar sta ik. Kijk, daar ben ik. Hé, Roberto. Oké, Roberto, goed opletten wat ik ga doen nu, hè. We gaan even een nieuw uiterlijk zoeken. Want ik denk, twee personen is leuk, maar één persoon is ook leuk. Dus we gaan even kijken hoe cool we hem kunnen maken. Misschien kunnen we een beetje mijn panto laten lijken, weet je. Hoe cool zou dat zijn? Dus we hebben hier van alles om er doorheen te kijken. We hebben de busversie. Ik heb allemaal maniertjes hoe ik dit kan doen, namelijk. Vandaar dat jullie dit zien. Ik heb deze versie ook leuk. Met vlammen! Oké, en dat was het wel een beetje. Dus laten we eens even kijken. Ik denk dat ik het leukst... ik denk dat ik deze wel heel leuk vond. De eenpersoonsversie. Deze. Die blijft hier het kleinst of zo. Zie je hoe klein die nu is? Deze versie. Ik denk dat ik deze doe. Nu kunnen we de livery aanpassen. De livery. Daarmee kunnen we coole uiterlijkjes... coole uiterlijkjes geven aan onze auto. Dat was niet zo moeilijk, hoor. Eigenlijk willen we helemaal geen livery eroverheen. Dus we gaan eerst even kijken wat we met de respray kunnen doen. Want kijk hier. Hier heb je hem. Ah, deze kleur is toch zoveel mooier dan die andere kleur van net. Dat is toch helemaal nergens op die kleur van net. Waarom zou je nou rood nemen? Maar wat we ook nog hebben is de tweede kleur die erbij komt. En dat is namelijk deze. De lime green. Kijk, zo hoort hij toch. Dit is toch echt weer een Henkie auto. Dit is toch superleuk. Hé, hey Roberto, wat hebben we gezegd over het Engels praten? We zijn Nederlands hier. Ik heb er een poppetje ingezet. Ik zei net dat ik het was. Maar jullie weten allemaal dat ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Die gaan we ook even kleur helm geven. Wat dachten we ervan? Als we die ook gewoon... Ik dacht eerst aan roze, weet je? Gewoon echt een goede roze helm. Maar hè, ik weet het niet. Ik denk dat ik het leuker zou vinden als we hem gewoon ook groen maken. Dat is, kijk, dit is toch leuk? Een groen helmpje. Dat is leuk. Dus we geven hem een groen helmpje. En we hebben ook nog een pakje. En als we die nou roze maken, hoe cool is dat dan? Hier, als die nou roze is, dat is toch leuk? Ah, nu zelfs bestuurder, kijk, is ook helemaal de goede outfits en de goede kleuren. Zo hoort het toch, jongens? Kijk, en dit is nou echt de technische kant van Henkie. Dus let je goed op, Roberto. Hier komt hij goed op letten. We gaan namelijk voor het springen gaan we een mega coole super duper upgrade kopen. Waardoor hij zoveel hoger springt. Want dit autootje kan springen, kijkers. Dus hebben we nu een 100% upgrade... Roberto, stop nou als ik aan het uitleggen ben. We hebben hem een coole upgrade gegeven. Toch, Roberto? Nu kan hij zo hoog springen. Zeg maar niet, Roberto. Nu gaan we voor de wielen. En ik denk dat ik wel wat leuke wielen heb gevonden. Ik vind deze vind ik wel heel mooi. Maar we kunnen ook... Of deze. Deze is ook mooi. Maar ik heb veel coolere wielen. Kijk eens, let op. Hier, wat dachten we van dit soort wielen? Of deze hele mooie. Ah, oh, met stipjes erop. We gaan stipjes nemen, kijkers. En nu kunnen we nog een hele mooie wiel... Oh, wat dachten we hiervan? Dit doen we. Nog een rookje voor als we wegglippen met de auto. Want dat moet ook gebeuren. Dat we af en toe gewoon even weg kunnen glippen. Wat is dit wat we kunnen toevoegen? Roberto, wat heb je gedaan? Waarom heb je een bom op de auto gezet? Roberto, dat was toch helemaal niet de bedoeling om een bom op de auto te zetten? Roberto! Dat doen we dus even niet. Ik zou naar zitten kijken. Vind ik deze eigenlijk toch veel cooler, kijkers. Deze versie. Of deze. Deze is eigenlijk al helemaal best wel cool. Met die vlammetjes erop. Maar het is wel weer...
Dat is wel weer die kleur vlammen, dan vind ik dat weer minder. Of deze heeft gewoon geen vlammen meer. We doen deze. Deze vind ik toch mooier. Oké, kijkers, we gaan er even een rietje mee maken. Kijk, daar staat hij. Oh, wat is hij toch mooi geworden. Ik denk dat we echt een heel groot succes hebben geboekt met deze auto. Kijk eens, het is de kleinste auto die ik ooit heb gemonteerd. Auw, jotte, wat is dat toch weer leuk. En nu wil ik een donut. Ik ga donuts halen, Roberto. Zou je ook lekker een donut willen? Wacht, jij bent stagiair. Roberto, jij gaat nu voor mij wat donuts halen. Ik wil graag een roze met extra spikkeltjes. Dankjewel, Roberto. Oké, kijk eens. We gaan eens even een rondje ermee rijden. Ik heb er zoveel zin in. Auw, wat is hij toch mooi geworden. Oh, wat vind ik hem gaaf. Hij is zo leuk. Wow, ik maak de sprong. Zagen jullie dat? Oh, wat leuk. Oh, kijk eens. Dit is de kleinste auto. Kijk, moet je zien hoe klein ons autootje eigenlijk is. Wacht, we gaan eens in zijn auto springen. Ik heb een idee. Ja. Over je auto. Tadaa. Oh, kijk eens. Ik heb zoveel leuke ideetjes die we gaan doen. Oh, wacht, we gaan ergens heen. Kijk, en daarom maak ik dus een sprongetje met mijn auto. Dan kan ik gewoon, stel ik zit hier vast, zoals nu. Hoppakee. En dan zit je er weer vast. Zo, scoot. En dan doe je dat. Oh, wat is die mooi geworden. Ik ben zo blij met de auto. En mijn echte Henkies-tactieken, die hebben ook gewerkt. Dat sprongetje is toch zo handig, hè? En hij is ook nog echt snel. Het lijkt misschien wat minder snel, maar hij zegt ook, bah, echt heel snel. Oké, kijk eens, zijn jullie klaar voor de echte tactiek? De echte sprong of test doods? Dit is de echte ultieme test van deze kleine auto. Hoe die gaat werken en of dit een succes gaat worden. Daar gaan we. Kijk eens, in drie. We moeten dit maar toch nog een keertje proberen. Kijk eens, wie weet dat het nu wel lukt. Daar gaan we dan. We boeken succes in 3, 2, 1. Oh, wow! Wow, ik kom misselijk. Bam, damn. Was dat niet even cool, kijkers? Wat vonden jullie ervan? Maar het echte werk wat je hiermee kunt doen is het spionagewerk, kijkers. Wisten jullie al dat je, omdat de auto zo klein is, dat ik spionagewerk hiermee kan doen? Ik ben namelijk een tijdje geleden, was mijn toestemming om van de vliegveld op het vliegveld te zijn. Die was niet meer verleend. Maar nu, kijkers, ze zullen het niet eens doorhebben dat ik erop zit. Let maar op. Kijk, wat wij namelijk gaan doen, is dit geheime missietje. Let op. We gaan zo. Wah! Oh jee. Ah, hallo! Wat ik bedoelde, kijkers, onze geheime missie hier. We beginnen hier. We springen eroverheen. En dan zijn we snel hierachter. Schuilen we. Oh, dat is al te laat. Dan gaan we snel door. Dan bevinden ze ons hier. Maar we zijn zo klein. Dat ze ineens doorhebben dat we er op het moment zijn. Waardoor we snel doorgassen. Doorgassen. En dan zijn we er. Dan zijn we op het vliegveld. En ze kunnen alles doen wat we willen. Kijk. Wap. Wow. En niemand die door had dat we hier waren. En we kunnen nu zulke leuke sprongetjes maken. Kijk eens. Let op. Hier. Oh. Tadaa. Oh. Kijk eens. Vinden jullie mijn auto ook niet mooi? Kijk, hij is mooi roze en groen. En hij is zo snel. Hier, let op. Komt-ie. Wow. Yeah. Ah. Ik ben benieuwd hoe deze in mijn garage zou staan. Zou die leuk zijn in mijn garage, kijkers? Ik denk het wel. We gaan even kijken. Waarom rijdt iedereen ineens aan de verkeerde kant van de weg? Waarom doen ze dat nou allemaal? Wat zijn jullie allemaal raar bezig, mensen? Oh, dit is de echte challenge. Kan ik onder de vrachtwagen door? Nee, dat kan niet helemaal. Nou, kijk eens, we zijn er hoor. We hebben er even snel naartoe gereden. We gaan even kijken. Ik zeg wel, we zijn er, maar we zijn in mijn buurtstraat. Deze straat lijkt heel erg op mijn straat, maar dan... Ja! Dan is hij toch net wat anders. Maar hier, we zijn er. We gaan eventjes kijken of dit heel leuk is om te doen. We kunnen hem even kijken of we in de garage kunnen zetten. Hallo! Garage, ik ben er! Garage! Open nou! Graasje, auw! Kijk eens, ik denk dat ik te klein ben. Ik denk dat hij me niet herkent. Ik denk dat ik mijn sensoren even moet upgraden. Want hij kent me gewoon niet zo klein als ik ben. Nou, dan kom ik zo wel terug, huisje. Tot zo, huis. Ik ga even snel terug naar de garage. Ik vind echt dat Roberto een hele goede baan heeft gedaan. Of ja, hoe zeg je dat? Hij heeft goed zijn best gedaan. Auw, wat gebeurt er? Hij wil niet stoppen. Ik denk dat mijn autootje goed is gecrashed. Kijk eens, het lukt het niet helemaal. Nou, Roberto, ik kan je vertellen dat het een groot succes was, onze auto. Oh, heb je de donuts gehad trouwens? Nou, kijk eens, daar staat hij weer hoor. Ik hoop dat jullie het leuk vonden wat ik gedaan heb.
Als jullie vaker willen dat ik een autootje zoals dit monteer, dan moet je het zeggen. Alleen er is maar één soort, dus dan kan ik het helaas niet nog een keer doen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het jotten leuk vonden. Doe maar even duimpje omhoog. Abonneer dan maar eventjes. We hebben bijna de 70.000 abonnementen. Dat zijn er zo ontzettend veel. Eet lekker veel donuts. Doe lekker je dingen en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Yeah.